Hey, goedemorgen. Ontzettend fijn dat je kijkt naar deze dienst van Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam. Het is de allerlaatste zondag van het seizoen dat we beleven. En we gaan er een ontzettend mooie dienst van maken. En ik hoop dat je er zin in hebt. Wij hebben er zin in. En voel je welkom en voel je thuis. Er is ook nog één iemand die moeten we echt in het bijzonder van harte welkom heten op deze ochtend. En het zal zo duidelijk worden waarom. Maar die persoon is niemand minder dan Harmen Swarts. Nou, we heten jou van de harte en een bijzonder welkom, Harmen. Het is de laatste keer dat je hier bij ons bent. Je hebt 2 jaar jezelf een fantastische stagiair betoond hier in de verbinding. Heerlijk om met jou op te trekken. Je hebt op allerlei verschillende gebieden ook gediend in onze kerk. En zijn super blij met je, maar ook echt trots op je. Ook de groei die je hebt doorgemaakt. Dus ontzettend bedankt voor de afgelopen 2 jaar. Heel veel zegen. Ja, soms rond je op die manier weer een tijdperk af. En wij ronden vandaag dus ook het seizoen af. Vandaag hier in de kerk. En dat doen we om voor de laatste keer in die serie Voorbeeldige Helden in Crisistijd, om daar de volgende held in te bekijken. Vandaag is het een tweetal. En dat zijn namelijk de ouders van Mozes, die gaan we bekijken. En in bijzonder voor de kinderen, of diegenen die zeggen, nou, ik voel me nog best jong, we hebben de preken bingo. Dus ik zou zeggen, hou hem er vast bij. En mocht je hem nou nog niet gedownload hebben, kijk dan even op de website van de verbinding, waar je ook de dienst kunt volgen. Daar kun je nog even snel de preken bingo downloaden. Dus het wordt een mooi feest, geniet ervan zou ik zeggen. Dan gaan we een hele mooie dienst samen met elkaar beleven. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. Voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. En ik zing u alle lof toe en mijn handen.
hebben een geweldige vader die we mogen prijzen en eren. En het is ondertussen een mooie traditie geworden dat we de slotzondag ook een gezinsdienst noemen. Dus jong en oud mogen ervan genieten. Maar we willen samen met alle generaties vanmorgen ook onze vader eren, onze goede vader. En daarom wil ik graag ook een gebed namens ons allemaal als zijn gezin ook uitspreken. Laten we bidden met elkaar. Heer God, wat bent u een geweldig goede vader. Heer, u bent zo ontzettend trouw, zoals we hebben gezongen. Heer, u bent zo wonderlijk, u bent zo bijzonder en kostbaar. Wat is het een rijk leven om samen als uw gezin, jong en oud, uit verschillende woonplaatsen, verschillende achtergronden, dat we vandaag door uw Heilige Geest verbonden mogen zijn. Dat we één gezin mogen zijn als kerk, dat u Vader vanuit het diepst van ons hart alle lof en eer brengt die u toekomt. En Heer, we willen u zo bedanken dat hoe we hier ook luisteren vanmorgen, hoe we het ook beleven, dat of we nou groot of klein zijn, dat u zegt, maar jij bent ook zo ontzettend kostbaar voor mij, dat ik mijn eigen zoon heb gegeven, zodat je dit kunt vieren vanmorgen, zodat je dit kunt beleven, zodat ik door mijn Heilige Geest in je hart kan wonen, hoe groot of klein je ook bent. En Heer God, daar willen we u zo voor bedanken en we willen u ook bidden. We willen u uitnodigen vanmorgen, Heilige Geest, dat u als een frisse wind ook waait door onze huiskamer of door de plek waar we ook zijn deze ochtend, zodat we een hele frisse ontmoeting mogen hebben met u en dat we daar heerlijk van mogen genieten samen met elkaar. Heer, dank u voor wie u bent in de naam van Jezus, die ons tot God de Vader brengt. Amen. Hallo kinderen, we vinden het heel leuk om voor jullie te zingen, maar nog veel leuker om met jullie te zingen. En daarom zijn we heel blij dat er 3 kinderen met ons meezingen. En doe thuis lekker mee. Melodie.
is dat ontzettend leuk om dat samen met jullie te doen. Echt hartstikke leuk. We gaan er nog eentje zingen, hè? Ja. Ja. En de kinderen thuis, die kunnen ook meezingen, toch? Ja. Oké. We gaan lekker zingen. Wauw, wat zijn we super, super trots op onze kinderen. Jullie zijn super zangeressen. Dit is Mirre en Jaël en Jordan. En ik zou zeggen, in de huiskamers, maar ook wij hier op het podium, zullen ze een daverend applaus met elkaar geven. Super mooi gedaan. Hartstikke trots op jullie. Hey, wij gaan even kijken naar een mooi clipje. Want vanuit het kinderwerk is er een paar maanden geleden een actie gestart om zaadjes te planten van een zonnebloem. En ik ben super benieuwd hoe het daarmee staat. Dus laten we kijken naar de tussenstand. Hey, lieve jongens en meisjes. Gaaf om jullie zonnebloemen te zien. Om te zien hoe het groeit en hoe het steeds groter en sterker wordt. Twee maanden geleden zijn we begonnen met deze kleine pitjes. En we wilden jullie laten zien hoe God van zoiets kleins iets moois kan maken. En het is natuurlijk een tussenfase op dit moment. We zitten met mooie groene plantjes, maar nog niet met de bloem waar we zo naar uitzien. Maar ja, dit is toch ook wel heel erg wonderlijk om te zien. Het is bijzonder om te zien dat zo'n klein pitje zo'n mooi plantje in zich heeft. Kleine vaatjes, kleine haartjes erop, die mooie nerven. Het is ongelooflijk eigenlijk. Hè? En ook de stevigheid van de stengel, bijzonder. En zo is er natuurlijk heel veel in de natuur. Er is natuurlijk heel veel moois te zien om ons heen. En er is natuurlijk heel veel moois om, waarin we de grootheid van God kunnen zien. Maar we hebben nu straks lekker vakantie. En helaas kunnen we nu al best wel een tijd niet fysiek bij elkaar komen. En ja, dat missen we natuurlijk best wel heel erg. Maar tegelijkertijd mogen we weten dat als wij niet bij elkaar komen, dat God echt niet stil zit. Hij maakt van zoiets kleins zo'n mooi plantje. Hij helpt ons ervoor te zorgen. Maar zijn zorg is echt zo belangrijk in het hele proces.
En ja, als we weten dat hij van die kleine zaadjes zo'n mooi plantje kan maken. Ja, jij bent echt veel belangrijker. Je bent veel belangrijker voor God dan zo'n klein pitje. Je bent veel belangrijker voor God dan wat dan ook. En ja, hoe bijzonder is het om te beseffen dat hij ook echt voor ons heel erg goed zal zorgen. Dat hij heel erg dicht bij ons is. En juist ook met de zomervakantie voor de deur. Waar we naar uitzien, waar we van genieten natuurlijk. Misschien meer in de natuur zijn, misschien thuis. In het park, op vakantie, misschien zelfs wel in het buitenland. Ja, ik hoop dat je mag zien, dat je mag beseffen dat God ook daar heel dichtbij is. We hopen dat je deze vakantie ook echt zal zien, dat je mag groeien in relatie met God. Mag bidden, Bijbel lezen, zingen, dat er liederen in je opkomen. Maar ook inderdaad dat je ja, echt een stukje van zijn grootheid uit kan delen naar de wereld. Naar de mensen om je heen. Dat je een soort fleurige bloem mag worden tot eer van zijn naam. En ja, dat bidden we jou toe voor deze zomervakantie. Blijf goed voor je zonnebloem zorgen. Want ja, de wedstrijd staat natuurlijk nog. Hè, de grootste bloem die wint een prijs op het moment dat we weer bij elkaar komen. Dus houd goed bij. En als die bloem er komt, ga meten. Houd goed bij. Maak foto's. We willen het heel graag zien. En ja, voor deze zomervakantie wensen we eigenlijk heel de gemeente toe als kinderwerk. Dat jullie ja, mogen genieten. En dat we mogen groeien en bloeien tot eer van zijn naam op de plek waar we zijn. Hele mooie zomervakantie gewenst. Hey, superleuk om vanmorgen ook een gedeelte vanuit de Bijbel met je te bekijken. Om daar samen van te leren. En zeker voor de kinderen, maar ook al die volwassenen die het stiekem leuk vinden. Pak die bingo kaarten nu bij, hè. En let op wat voor woorden er allemaal worden genoemd. En misschien heb je niet zo'n bingokaart voor je neus en denk je, nou, dit is wel een beetje een apart woord voor in de preek. Nou, daar heeft er wel iets mee te maken dat ze het woordje wel moeten kunnen afvinken natuurlijk. Hé, hey, er was dus een meisje, die was maar 4 jaar oud. En een meisje moest 's avonds naar bed, maar ze was best wel een beetje bang. En hoe kwam dat? Nou, in de buurt werden we hier en daar wat ingebroken, had ze gehoord. En er waren van die afschuwelijke processierupsen in de zaal. Ik krijg helemaal jeuk van als ik het zeg, joh, die processierupsen. En ze was gewoon van alles bang. En mama die was ook een tikkie bang en de vader die was weg. En mama ging het meisje op bed leggen. En het meisje die ging de bed in. En op een gegeven moment vroeg het meisje, die keek een beetje door de gordijnen zo heen. En ze vroeg, mama, is de maan die ik nu zie, is de maan het licht van God? En de moeder van het meisje zei, ja lieverd, de maan die je daar ziet, dat is het licht van God. En het meisje vroeg, maar doet God dan het licht ook uit als hij gaat slapen? En de moeder die zei tegen het meisje, lieve schat, God die slaapt nooit. God slaapt nooit. En ze hoorde die woorden uitspreken en het gaf zo'n rust en zo'n kracht dat ze binnen een paar minuten heerlijk in slaap vielen. Want als God niet zou slapen, kon ze heerlijk rustig slapen. Misschien heb jij het ook wel in deze heftige tijd, in de crisis, hè, zoals we dat noemen, dat je soms niet kan slapen omdat je zorgen maakt. Ik heb er zelf ook wel eens dat je denkt van, joh, waar moet het allemaal heen gaan? En je ligt een paar nachten wakker en dat is helemaal niet fijn, omdat je dan bezorgd bent. Hè. Je hebt bepaalde zorgen. En dat is natuurlijk niet fijn, maar dat God altijd wakker ligt. Hè, dat is super. God die is altijd wakker. God staat altijd klaar om jou en mij te helpen. En dat gaan we ook lezen in de Bijbel. En ik ga met je lezen vanuit Exodus, het Oude Testament. Dat zijn de boeken die geschreven zijn voordat Jezus naar de aarde kwam. En we denken dus vandaag na over Mozes' ouders. Nou moet je horen. Een man uit de stam Levi die trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bespreekte die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de man tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, nou, dat moet een Hebreeuws kind zijn.
Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dan maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao die zei tegen de vrouw: neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. En dan ga ik nu met je naar één vers uit het Nieuwe Testament. Hebreeën 11 vanaf vers 23. En daarin staat wat we daar dan weer van kunnen leren. En daar staat, door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte 3 maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. Oké, daar gaan we. Hey, even een heel klein stukje achtergrond. Op een gegeven moment was er een man die we allemaal denk ik wel eens van hebben gehoord. Die man die heette Jozef. En in de tijd van Jozef was er een gigantische crisis. Er was namelijk een hongersnood. En die Jozef die kon zo goed leiding geven. En die deed dat zo ontzettend goed dat het volk krachtig werd. En het volk van Israël, die dan de Hebreërs worden genoemd, dat groeit en groeit en groeit. Ze worden groter en groter. En dan komt er een moment dat die leider van Egypte, hoe heet zo'n kerel ook alweer? Dat was een farao, weet je nog? Die farao die is bang, want dadelijk gaat iemand zijn plekje innemen, zo'n succesvolle leider. En dan doet de farao iets afschuwelijks. Hij laat alle kleine jongetjes, die wil die doden en die wil die laten verdrinken in de Nijl. Verschrikkelijk. En weet je, als er zoiets verschrikkelijks gebeurt, zo'n crisis, dan stelt het aan jou en mij de vraag, maar durven we zelfs dan, als het zo gitzwart is, durven erop te vertrouwen dat God nooit slaapt? Geloven we echt dat God wakker ligt? En geloven we dat God klaarstaat om ons, om jou en mij te helpen als we moeilijk hebben? Nou, we zijn in een Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, zijn we een paar namen tegengekomen. En namen zijn altijd erg belangrijk. En jullie weten mijn naam wel, hè? Ik ben Joël. En Joël, dat is ook een Hebreeuwse naam, waar in die taal is het Oude Testament geschreven. En Joël, dat betekent de Heer is God. En ik weet niet of je weet waarom jouw ouders je deze naam hebben gegeven die je hebt, wat die betekent. Vraag het ze anders maar eens. En als je volwassen bent, je weet misschien niet wat je naam betekent, even googelen. Want het is ontzettend belangrijk. Een naam, de betekenis daarvan, dat heeft iets te zeggen. Nou, vroeger zijn er allemaal opgravingen geweest onder dat woestijnzand en zo. Dat noemen we de archeologie. En daardoor weten we van alles over de namen van degene van wie we net hebben gelezen. Hoewel in de Bijbel niet alle namen worden genoemd. En daardoor weten we dat de farao die leiding gaf, zijn naam, dat was best wel een gekke naam, die heette Toetmozes de Eerste. Wazig, hè? Toetmozes de Eerste. En het is echt waar, weet je hoe zijn dochter heette? Die heette Hatshepsut. Rare jongens, die Egyptenaren, maar oké, zo heette ze. En we weten ook door die opgravingen, die dame Hatshepsut, de dochter van de farao, nou, dat was met een enorm karakter. Ze was ontzettend dwingend, ze duldde geen tegenspraak en mensen sprongen meteen in het gelid als zij wat zei. En het mooie is, het karakter dat Hatshepsut heeft, de dochter van de farao, komt supergoed van pas in de situatie die we hebben gelezen. Ze zegt van, joh, pak dat mandjes. Maak een mandje open en we gaan die jongen binnenhalen. En dan staat er in de Bijbel, nou, dat lijkt ook de reden dat ze hem de naam hebben gegeven, Mozes, de naam. En ik zei al, dat is belangrijk, hè, de naam. Nou, dat is best mooi uit het water gehaald, maar er zit iets nog veel mooiers in. Want probeer eens met me mee te denken, waar speelt deze geschiedenis zich af? Dat is niet in Israël, maar dat is in, zeggen we thuis, inderdaad, dat is Egypte. En in Egypte, daar spreken ze natuurlijk de taal die in Egypte werd gesproken. En wat betekent Mozes dan in die taal? Nou, in die taal dan betekent Mozes letterlijk zoon van. En daarom heet die kerel, die farao, dus ook Toetmozes. Dat betekent dus eigenlijk, hij was de zoon van Toet.
En Ramses, dat is een vervluchtiging van Mozes, hè, zus, dat was de zoon van Ra. En nou, zo kun je een heel rijtje maken. Mozes betekent zoon van. En dan denk ik, ja, wie noemt ze zoon nou? Mozes, die zoon van. He, van wie is Mozes dan de zoon? Waarom komt daar geen naam bij, zoals bij al die namen van die farao's? Nou, er zit iets heel bijzonders bij. Namelijk, Mozes die werd dus de eerste jaren, he, dan werd hij bij zijn ouders, Mozes' ouders, opgevoed. En die hebben natuurlijk verteld, we zijn je papa, we zijn je mama. En hij wist van wie hij dan een zoon was. Maar de ouders van Mozes, die vertelden Mozes, Mozes, jij bent... En ze vertelde het niet alleen met mijn praatjes, maar ze leefde dat voor in hun daden. Mozes, zoon van, jij bent een kind, jij bent een zoon van God. Daarin ligt jouw identiteit, Mozes. Jij bent een kind, een zoon van de Verlosser, die nooit, maar dan ook nooit en nooit zal slapen. Als je dat mag weten, dan sta je sterk in het leven. En zo zie je dat God door die situatie ontzettend krachtig aan het werken is. En ik vind het zelf eigenlijk wel humor zelfs als ik lees hoe hij dat doet. Hoewel die situatie heftig was. Maar volgens de wet van Toetmozes, weet je nog, moesten al die jongetjes die in de Nijl die gegooid worden om te verdrinken. Ontzettend naar. Maar ironisch genoeg betaalt uiteindelijk de farao dus geld aan de ouders van Mozes om hem een topopleiding te geven. Hij betaalt zijn opvoeding. He, Mozes krijgt een topopleiding aan het hof. En dat kostte hartstikke veel. Pak die kaart er eens bij. He. Dat kostte superveel doekoe. He, ching ching, hartstikke veel money, hartstikke veel geld kostte dat. En de farao die betaalt dus de ouders van Mozes. Nou, wat leerde aan het hof? Mozes die leerde schrijven. Mozes die leerde lezen. Mozes die leerde allerlei talen van de omliggende volken in de omgeving. Hij leerde goed spreken in het openbaar. Hoe je een topleider moest worden. En misschien denk je, ik heb bijna vakantie, joh. Dat is helemaal niet fijn om dat allemaal te leren. Maar als jij de taak krijgt om een heel volk te leiden naar beloofde land... Nou, dat is zo'n opleiding superhandig natuurlijk. Dat is hartstikke goed. En zo zie je de crisis. Het lijkt dat er een crisis is. En het is ook een crisis. Maar God die slaapt nooit. God is bezig. Als het nog zo donker, God slaapt nooit. Weet je, zo moet ik ook denken aan Jezus. He, duizenden jaren na deze geschiedenis. Jezus die komt naar de aarde en dan is er weer zo'n creep. He, weer zo'n engert, koning Herodes, weet je nog? En die wil weer al zijn concurrenten, de kinderen, die wil die om zeep helpen en uitschakelen. Maar Jezus die komt dan naar de aarde om ons uit de diepste slavernij te verlossen, die van de zonde. En ons te brengen naar het echte, diepste beloofde land, namelijk in de hemel, in die vaderarmen van God. En weet je, die krachtige God die niet slaapt, die niet te stoppen is, die zegt vanmorgen tegen jou en mij, joh, ik wil zo ontzettend graag dat jij mijn vriend bent. Ik wil vriendschap met je. En al is het heftig in de coronatijd, al is er misschien soms spanning thuis, al is het soms ja, best heel onzeker allemaal. God zegt tegen jou, ik wil jullie helden maken in crisistijd. Voorbeeldige helden in de naam van Jezus. Er is iemand die iets heel moois ooit heeft gezegd. Moet je luisteren. En diegene die zei, twijfel nooit in het donker aan wat God in het licht tegen jou heeft gezegd. En misschien kijk je om je heen en denk je, waar is God? Het is donker. Twijfel in het donker nooit aan wat God ooit in het licht tegen jou heeft gezegd. En weet je, dat is wat al die geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11 doen. He, hun tijden die zijn vaak donker. Ook zij hebben hun vragen. Ook zij hebben hun twijfels. En dat mag ook. Maar ze twijfelen niet aan datgene wat God in het licht tegen ze heeft gezegd. En ze kijken omhoog en ze kijken naar God die nooit slaapt. Nou, dat is het bijzondere dat al die helden die we hebben bekeken. Misschien heb je ook wel een paar van die preken geluisterd of meegekeken. We hebben Abraham gehad en Henoch en Noach. En... In Hebreeën 11 wordt de naam genoemd.
En ik zei u net, namen zijn zo belangrijk. En dan staat er in Hebreeën 11, vers 23 ineens wat we hebben gelezen. De ouders van Mozes. De ouders van Mozes. En dan denk je, wat gek, want die brief die werd geschreven aan Joodse mensen. Mensen met een Joodse achtergrond. En iedereen wist, die ouders die heetten Amram en Jochebed. Het is iedereen die kon dat noemen. Wij weten hoe die ouders heten. Maar waarom noemt de schrijver dan niet de namen Amram en Jochebed? Nou, ik denk dat het is omdat God hier iets anders duidelijk wil maken. Blijkbaar is niet een naam hier belangrijk per se, maar het feit dat ze ouders zijn. Ik leer hieruit dat goede ouders zijn helden voor God. En goede ouders zijn helden voor God. En als je blij bent met je ouders, zeg het nu maar even thuis op de bank tegen je vader. Pap, je bent een held. Hè, mama, jij bent een heldin. En moet je natuurlijk vanuit je hart doen, maar bij ons is het zondag zakgelddag. Dus als je een beetje strategisch inzicht hebt, hè, noem ze hem even een held. Hè, gaaf. Nee hoor, grapje, sorry. Oké. Dus het allerbelangrijkste is het ouderschap. En ouder kan je zijn van biologische kinderen, geestelijke kinderen, op allerlei vlak. En wij willen dan natuurlijk weten, als goede ouders helden zijn voor God, wat maakt dan zo bijzonder aan hen? En wat maakt ze tot goede ouders? Nou, laat me daar drie puntjes van noemen. Het eerste wat we zien bij Amram en Jochebed, is dat zij geloofden. Wat betekent dat ze ook echt vertrouwden? He, dus het geloof was echt de basis, het was het fundament van hun leven. En dat uit zich natuurlijk ook in actie. En die moeder Jochebed, dus als denk ik alleen moeders dat echt kunnen, of vooral moeders dat kunnen, en met haar moederlijke zorg, ze vlecht een mandje van stengels van de papyrusplant. Ze strijkt er die teer overheen. En ze maakt zo eigenlijk een mandje voor haar zoon Mozes. En dat stopt ze zo in de Nijl in de rivier. En waarom doet ze dat? Dat is niet dat ze radeloos is, maar dat doet ze in vertrouwen. En dat mandje, dat is dan, hey, even opletten op je kaart, dat is geen cruiseschip. Maar het is wel een klein bootje dat ze toevertrouwt aan de leiding van God. Dus ze vertrouwen en dat laat ze zien in hun acties. Nou, het tweede wat ze tot goede ouders maakt en ons ook tot mensen die Gods liefde mogen uitdragen, dat is dat de ouders van Mozes, daar staat dus, ze vonden Mozes mooi. En dan denk je, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar er wordt wat anders meegemaakt. Misschien zit je wel op de middelbare school en denk je, nou, die kerel is me toch een hunk, die is mooi. Of die meid van, wauw, ga ik met plezier weer naar school als die voorbij loopt. Nou, dat is niet de manier waarop mooi bedoeld wordt hier bij de ouders van Mozes. Ze dachten, wat een knapperd hebben wij daar in een mandje liggen. Nee, in Exodus, wat we eerst lazen, daar staat letterlijk in het Hebreeuws, Mozes was een, en dan komt er een Hebreeuws woordje, is helemaal niet ingewikkeld, die kennen jullie allemaal. Mozes was een tof kind, dat staat er in de Bijbel. En dat betekent, Mozes was een goed kind. Hij was een mooi kind. Misschien ken je wel uit de Bijbel, als God de aarde maakt, dan elke dag, dan zegt hij, en God zag dat het goed was. En er staat er gewoon, God zag dat het tof was. God zag dat het mooi was. God zag dat het die dag beantwoordde aan het doel waarmee hij dat alles had gemaakt. Dus midden in de ellende, in de penari, het was zo erg dat er woorden voor zijn die ik nu niet ga gebruiken in deze gezinsdienst, maar het was zo ontzettend donker. Maar midden in de donkerte zagen ze dat God goed was, zagen ze dat zijn plan goed was, dat hij wakker was. Dus het geloof van die ouders uit zich in actie. Hè, ze wisten door het plan van God, wisten ze daar naar te kijken. En de laatste is dat hun vertrouwen was groter dan hun angst. En ik vind het zo mooi, zeker als wij deze gezinsdienst beleven met elkaar, als de verbinding, dat ook het hele gezin wordt ingeschakeld. En wij zijn samen als kerk een gezin. En hoe gaat het dan? Die zus Mirjam, die wordt erop uitgestuurd door Amram en Jochebed. En van de afstandje houdt ze alles mooi in de gaten. Wat gebeurt er met mijn broertje? En dan zijn er van die dienaressen die zijn aan het rondlopen. Want die Hatshepsut, die dochter van de farao, in die tijd, die was in de blootje, was een bad aan het nemen. En die dienaressen wilden wel die mannetjes uit de bosjes weghouden. Dus die liepen daar de wacht.
En die Mirjam, die is aan het kijken, wat gebeurt er met mijn broertje? En dan is ze zo ontzettend stoer, want Mirjam is nog helemaal niet zo oud. En ze springt uit de struiken en ze staat op de bres voor haar broertje Mozes. En ze doet een super gedurfd voorstel. He, zal ik hem verder naar degene brengen, uiteindelijk naar haar ouders? En weet je, ik vind het zo ontzettend mooi dat je samen als gezin, he, met je eigen gezinnetje, met het gezin als de kerk, als de verbinding samen, dat we zeggen dat wij mogen vertrouwen, naar boven kijken, zien dat het goed is. We mogen in actie overgaan, maar daar hebben we iedereen voor nodig. Iedereen moet daarvoor worden ingeschakeld. Iedereen mag een plaats hebben in dat plan. Want samen mogen we handen en voeten zijn van Jezus in het verlossingsplan van onze God. En samen mogen we geloven dat God niet slaapt. En omdat we dat geloven, dat we zeggen, nou, dan steken we de armen uit de mouwen en wij doen mee met het plan van God. We mogen voorbeeldige helden zijn in crisistijd. En we mogen een voorbeeld worden dat je buurjongetje, buurmeisje, de kinderen op school, ook de volwassenen op je werk, je collega's, je vrienden, familie. En dat we zo een voorbeeldige held mogen zijn in vertrouwen achter Jezus aan. Dat we anderen ontzettend enthousiast maken door wie we zijn en wat we doen. En dat we aan iedereen vertellen, maar ook laten zien dat er een God is die nooit slaapt. En dat iedereen bij zijn plan, bij zijn gezin mag horen. Zijn licht dooft nooit. Hij heeft een tof plan voor iedereen. En dit lijkt me een hele mooie tijd om het laatste woord van je bingokaart te noemen. En dat is amen. Amen. Een hele gezegende zondag. En we gaan nog lekker naar de rest van de dienst en gaan daar genieten. Amen. Vader, die mij nooit verlaat.
tussen u en mij. Dit is waar ik hoor te zijn, ik dicht bij u. U dicht bij mij, ik wil nu niets anders meer. Ik geef mij over. Dit is waar ik hoor te zijn. Heel dicht bij u, u dicht bij mij. Ik wil nu niets anders meer. Ik geef mij over. Dit is waar. Ik hoor te zijn, ik dicht bij u, u dicht bij mij. Ik wil nu niets anders meer, ik geef mij over. Dit is waar, ik hoor te zijn, ik dicht bij u, u dicht bij mij. Ik wil nu niets anders meer.
Voor alle generaties is God een goede vader. We hebben al schitterend nieuws erover gehoord over het kinderwerk. Maar ook het jongerenwerk heeft een mooie clip gemaakt. Op een gegeven moment ga je van de Mazzel Kids ga je naar de middelbare school. En wat kun je mooier geven dan dit, het woord van God? Nou, kijk met me mee naar een prachtig clipje daarover. We hebben zojuist de Bijbel bij je afgeleverd. Hij ligt achter de bloempot. En die Bijbel krijg je omdat je de Mazzel Kids gaat verlaten. En je gaat volgend jaar naar de Connect Teens. Wij vinden het heel leuk dat je bij ons komt. Ik ben Fatima. En neem je Bijbel vooral mee, want die ga je nodig hebben. En tot volgend seizoen. Voorin staat nog een Bijbeltekst. Dat is Jesaja 46. Daarin staat dat God altijd dezelfde blijft. Hij zal je steunen en beschermen tot in je ouderdom, tot in je grijsheid. Dus nog tot ver na je tienertijd. En er gaat zoveel veranderen op de middelbare school. En je verandert dus ook van de Mazzel Kids naar de Connect Teens. Maar weet dat God altijd dezelfde blijft. Zo mag je vol vertrouwen de nieuwe periode tegemoet gaan. En we hopen elkaar na de zomer weer te zien. Ontzettend geniet om dat mooie clipje zo te zien. Hey, we willen ook graag de collecte aankondigen, want we willen ontzettend veel doen. Jongeren zegenen, kinderen, ouderen, allerlei mensen. Maar we hebben jouw hulp daarbij nodig. Het zou ontzettend fijn zijn als je zegt, nou, ik wil vanuit mijn hart wil ik bijdragen, ook middels de collecte aan het werk van de Heer. Ik ga zo dadelijk de zegen uitspreken en daarna verschijnt er een slide in beeld. Daarop staat alle informatie, je kan via Gift kun je ook een bijdrage leveren op andere manieren. Dus ontzettend fijn als je hieraan wilt bijdragen. Uiteindelijk natuurlijk tot eer van God onze Vader. En heerlijk als andere mensen daarvan mee mogen genieten. Hey, als we zegenen, dan spreken we woorden vanuit het woord van God uit. Omdat die goede woorden ook realiteit mogen worden, echt mogen worden in ons leven. En ook daarin zie je hoe mooi het is om als gezin kerk te zijn. Want de zegen die ik je zo ga voorlezen, uitspreken, dan staat er vooraf. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron, en dat was de broer van Mozes, en zijn zonen, dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. En die zegen die was voor Israël, die is ook voor jou en voor mij. Dus ik zou zeggen, sluit je ogen en stel je hart open voor de zegen die God over jouw leven wil uitspreken. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gelaat toewenden en jullie
vrede geven. Amen. Hele goede zondag toegewenst. Geniet ervan.